Hallo, het is voor mij vandaag maandag en welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is maandag en het is einde van de dag. Ik heb stage gelopen vandaag, wat eigenlijk best goed is gegaan. Het is allemaal wel druk geweest en vanmiddag wat eerder weggegaan van stage omdat ik bijles had. Maar ja, het is allemaal goed gegaan. Alleen zit ik de laatste tijd ergens mee. En dat is trouwens dat ik slecht slaap. Ik ben 's nachts heel erg wakker. Ik ben heel onrustig. Ik kom heel moeilijk, maar echt heel erg moeilijk in slaap. Dus ik heb metolanine spray gehaald. En dat is een mondspray. Die moet je 1 keer sprayen. En daar word je een beetje slaperig van. Er zitten kruidenmiddeltjes in die je heel slaperig en moe maken. Er zit 1,4% alcohol in. Is natuurlijk bijna niks. Ik weet niet wat dat doet, maar oké. Ook dat zit erin. En ja, ik merk gewoon dat ik 's morgens als ik wakker word en naar stage moet, gewoon heel erg moeilijk mijn bed uitkom. Omdat ik de hele nacht gewoon niet slaap. Ik slaap heel erg slecht. Ik slaap heel erg rot. Dus ja, ik wilde wel gewoon goed slapen als ik naar mijn stage ga. Dus ik heb net de spray gebruikt. Ik begin nu wel wat moeieriger te worden. Maar ook niet zo heel erg moe. Maar ik merk wel dat ik suffer word. En dat was ik ook gewoon niet. Want ik was gewoon echt compleet wakker als ik moest gaan slapen. En de volgende dag stage had. Ik sliep gewoon echt bijna niet meer. Het is echt allemaal gekomen nadat ik die luchtweginfectie heb. Ik slaap nog steeds heel erg slecht. Ik weet niet hoe dat komt. Maar het zal dus. Ik begin heel moe te worden. Ik heb mijn tas ingepakt, ik heb mijn eten klaargemaakt, ik heb mijn kleding klaargelegd. Ik ben nu nog even een YouTube video aan het kijken en ik ga zo slapen. Want morgen moet ik namelijk met het busje, want mijn vader kan me niet brengen. Omdat hij aan de andere kant van het land zit voor zijn werk. Daar overnacht hij in een hotelletje. En normaal gooit hij me natuurlijk af en dat kan hij niet, dus ik pak morgenochtend de bus. En dan kom ik 5 voor 7 kom ik daar aan. Dus dat is prima. Ik ben moe. Ik ben echt heel erg moe. Dus ja jongens, maar goed. Ik ga slapen. Ik ga even die video afkijken en dan ga ik lekker slapen. Dus ik heb 3 wekkers gezet. Ik heb tegen mijn klasgenootjes gezegd. Jongens, app me morgen helemaal te pletter als ik niet wakker word. En anders gewoon bellen. Als ik niet reageer. Want dan is het waarschijnlijk een teken dat ik nog slaap. Maar ik heb om 5:30 een wekker. Om 5:45 een wekker. En om 6:00 een wekker. En als ik er dan nog niet uit ben. Dan slaap ik door. Maar ik ga nu lekker vroeg slapen. Het is net 8:30 geweest. Dus hoe eerder ik slaap, hoe beter. Dus ik ga gauw slapen. Ik zie jullie morgen. Goedemorgen. Even het licht aan doen. Het is dinsdag. Ik ben wakker. Ik heb heel licht make-up op. Ik heb wenkbrauwen, wat highlighter, oogschaduw en that's it. Het is dinsdag. Ik ga zo naar stage. Ik ga even koffie zetten. En dan pak ik de bus. Ik ben best op tijd wakker geworden. Ik heb wel heel erg lekker geslapen. Dat moet ik wel heel eerlijk toegeven. Dus dat is wel heel fijn. Het werkt dus wel. En ik ben gewoon op tijd wakker geworden. Dus dat is ook heel fijn. Ik ga een kopje koffie zetten. En als ik die heb gezet, dan pak ik mijn spullen. Ga ik naar stage. Ik ontbijt nu even niet. Ik heb niet zoveel honger. Dus dat doe ik lekker allemaal. Als ik stroom meteen op stage ben. Komt al goed. Dus even mijn spullen pakken. Eten drinken. Koffie zetten. En dan ga ik lekker de deur uit. En ga ik naar stage. En dan ben ik vanmiddag weer thuis. Het is
is 12 uur. Bijna, nog 1 minuut. Ik ben thuis. Ik heb een drukke ochtend gehad. Maar het is allemaal wel oké gegaan. Ik ben inmiddels, dus wat ik net zeg, thuis. Ik heb een vrij chille outfit aangedaan vandaag. Ik was vanmorgen best wel op tijd op. Ik heb mijn nieuwe trui met Brooklyn erop. En voor de mensen die Roadtrip kennen, die kennen deze jongen. En deze jongen heet ook Brooklyn. Dus I love it. Ik ben zo blij. Mijn favoriete bandmember. Stel je gewoon op een trui. Ik heb deze trui trouwens afgelopen week bij de New Yorker gehaald. Was wel 20 euro. Ik twijfelde, maar ik dacht, ik moet hem hebben. Dus ik ben er super blij mee. Hij is lekker oversized. Hij is lekker groot. Hij is echt heel erg lekker chill. Zwarte legging heb ik aan en ik heb gewoon mijn slof aan. Maar ik ga zo meteen even mijn schoenen aandoen. Want ik ga zo meteen richting de metro. Daar ga ik Chantal oppikken. Die komt deze kant op. Want, die komt hierheen. Want ze wilde haar verven. Dat kan ze niet. Tenminste, natuurlijk kan ze dat zelf. Maar ik vind het ook altijd fijn als iemand anders het voor mij doet. Omdat ik vaak mijn verf altijd over mijn hele gezicht smeer. Dus ik ga zo meteen de haar verven als ze hier is. Dus ik ga er even oppikken. En ik heb nog een cadeautasje nodig. Want mijn oma wordt komende vrijdag 5 april wordt zij 68. 68 of 69. Ik twijfel een beetje. Waarom is mijn camera trouwens? Ligt er mij of is mijn camera beslagen? Ik snap dat niet helemaal. Zo lijkt het wel beter. Dus ik heb haar in ieder geval haar cadeautjes hier al helemaal ready. Ik heb een kettingje bij de Lucardi gekocht met een roosje voor haar. Ik heb dezelfde ketting hier hangen. En het leek mij super leuk om een ketting te matchen samen met mijn oma. Ik vind hem zelf namelijk ook heel erg mooi. Kunnen jullie het een beetje zien? Volgens mij reflecteert het een beetje. Kijk, dit is het roosje. En ik vond deze super, super mooi. Dus ik heb hem voor mezelf natuurlijk ook gehaald. Maar ook voor mijn oma, want ik vond het gewoon heel erg leuk om samen te matchen. Ik ga hem vrijdag aandoen, hopelijk heeft ze het niet door. En dan, dan vertel ik haar als ik hem heb gegeven van, joh, we hebben dezelfde ketting, we matchen samen. Vond ik wel super cute. Ik heb voor de grap deze pepermuntjes gehaald. Allerliefste oma, speciaal voor jou, pepermuntjes. En het leuke is, mijn oma heeft diabetes. En dit is dus suikervrije mint. Dus ze kan ze gewoon nemen, dus dat is wel heel fijn. En ik heb een superleuke birthday kaart gehaald. Blow out your candles. Happy birthday. En ik heb een heel gedicht opgeschreven. Ik wil hem wel even aan jullie voorlezen. Er staat, lieve oma, denk even niet aan morgen, want vandaag is het jouw dag. Vergeet nu even alle zorgen. Doe alles wat niet mag. Proost op jouw leeftijd. Ik wens je een fijne dag met bloemen en geschenken. Zodat je later met veel plezier hieraan terug kan denken. Allemaal zelf. Ik heb alles zelf opgeschreven en bedacht. Ik vond het super cute, dus ik ben er blij mee. Maar ik heb dus nog geen cadeautasje, dus alles ligt hier nog steeds los. En ik moet het nog in het tasje gaan doen, dus dat ga ik zo meteen gelijk even halen als ik langs de metro loop. Want dan loop ik toch langs de Action even gewoon een cadeautasje halen. En verder rest, doe ik niet zo heel veel. Ik heb net even wat opdrachtjes van stage gemaakt. Ik heb zo meteen nog wat te doen en dan komt de visite natuurlijk. En dan ga ik haar verven en dan morgen school. Ik moet nog even een paar mails beantwoorden van school, want ik snap even alles niet meer nu in één keer. Dus dat ga ik zo doen. Ik heb trouwens, en dat is misschien wel even leuk om te zeggen, was dat gisteren of was dat eergisteren? Volgens mij was dat eergisteren. Nee, dat was maandag. Eergisteren dus vandaag woensdag. Maandag had ik dus mijn rugtas bij en ik, zoals jullie wel weten, er zit een behoorlijk gewicht in. En die heb ik dus gesloopt op stage zelf. Ik zette mijn tas neer en ik hoorde krik. En al die banden van mijn rugzak, die scheurden gewoon compleet af. Dus ik liep zonder, tussen met een tas op mijn arm. Ja, dat werkte niet. Ik denk, ja, weet je, ik moet ook nog naar school voor de bijles. Ik denk, hoe ga ik dat doen? Dus hoe dom en hoe stout en hoe idioot ik ook ben. Ik heb een nieuwe tas gekocht. En hij is lekker uit focus. Oh, kom op camera. Ik heb deze... Ik heb deze shopper gekocht bij H&M. En mijn allerliefste vriendinnetje, die zag deze in het zwart. Dus die gaat ze waarschijnlijk morgen halen in het zwart met roze. En ik wilde hem per se...
valt. Ik wilde hem per se in het bruin. Dus die heb ik gehaald. En die flappen kunnen naar binnen en naar buiten. Dus dat is weer heel erg fijn. Dus je kan hem ook iets kleiner maken. Maar ik vind het zo wel fijn. Het is gewoon een heel groot vak. En ik heb toen niet zo heel veel bijzondere spullen erin zitten. Dus dat is wel fijn. Ik ben alleen mijn broek aan het vies maken nu. Dus ja, dat is de planning voor vandaag. Vanmorgen natuurlijk niet zo'n hele leuke ochtend gehad. En heel erg vervelend. En ach. Maar nu thuis. Even mijn gemak. Ik ben trouwens echt net terug. Even mijn gemak houden. En dan ga ik zo zo'n tal ophalen bij de metro. En dan ga ik haar verven. Ik ben benieuwd. Ze is van de eigen donker blond. Jullie kennen Chantal denk ik wel. Want ze heeft ook, wacht, ik ga even een foto van ons tweetjes zoeken. Hier, ze heeft van de eigen, een beetje inzoomen op ons. Ze heeft van de eigen donkerblond haar. En die gaat ze nu dus een soort kastanjeachtig verven. Dus ik hoop dat het niet oranje gaat worden ofzo. Dus ja, we zien het eigenlijk wel. Ik ben vrij benieuwd eigenlijk. Hoe het gaat lopen en hoe het gaat zijn en... Ja, we gaan het meemaken. Ik ga in ieder geval even gaan mijn koffie opdrinken die heb ik nog staan. En dan ga ik hem ophalen. I took the supermarket flowers from the windowsill. Threw the day old tea from the cup. Packed up the photo album Matthew had made. Memories of a life that's been loved. To the get well soon cards and stuffed animals. Put the old ginger beer down the sink. Dad always told me don't you cry when you're down. But mom, there's a tear every time that I blink. Oh, I'm in pieces, it's tearing me up. But I know a heart that's broke is a heart that's been loved. So I'll sing hallelujah. You were an angel in the shape of my mom. When I fell down, you'd be there holding me up. Spread your wings as you go. And when God takes you back, He'll say, hallelujah, you're home. Goed. Wat jullie net gezien hebben, is dat Chantal hier natuurlijk was. En ik heb haar haar geverfd. En ik moet zeggen, ze is van donkerblond naar kastanjebruin gegaan. En het ziet er echt leuk uit. Je ziet nog heel ergens, heel licht, zie je nog wel eens lichte van de eigen lichte plukjes er doorheen. Maar het is zo leuk geworden. Het staat er ook echt heel erg goed. Ik vond het ook leuk dat ik het bij haar mocht doen. Dus het was wel heel tof. Dus dat heb ik vanmiddag gedaan. Ik heb vanmiddag nog even wat werk gedaan voor mijn stage. Even wat opdrachtjes verder afgemaakt. Ik ben even naar de Action geweest om een nieuw oplaadkabel te halen. Want mijn die... Doet een beetje raar. Hoesjes zijn binnengekomen. Chantal en ik hebben allebei dit donkerblauwe hoesje. Ik heb hem hier zelf op mijn telefoon. Die kwamen dus vandaag binnen. Heb ik gisteravond nog even gauw besteld. En ik hou heel erg van deze kleur blauw. En ik dacht, weet je, ze hadden hem nu ook voor deze telefoon. Ik denk, oké, ik neem die. Dus dat heb ik gedaan. Ik ga mijn raam even open doen. Beetje luchten. Zo. Ik heb mijn tas ingepakt. Dat heb ik verder nog gedaan. Niet zo heel veel. Oh ja, morgen ga ik matchen met Chantal in outfit. Ik ga morgen dit shirtje aandoen. Link in bio swipe up. Die ga ik morgen aandoen. Met een lichtblauwe broek. Nou hoop ik dat die trouwens niet in de was zit. Dat bedenk ik me nu in één keer. Als die in de was zit, heb ik een probleem. Nee, hij ligt hier. Zonder dat alles eruit valt. Deze broek doe ik morgen aan. Lichtblauw broek. Hij schoenen zien nog gewoon helemaal. Ik heb hem afgelopen maandag aangehad. Even kijken of hij nog helemaal oké is. Of hij niet vies is of zo. Ik heb hem afgelopen maandag namelijk aangehad op stage. Nee, hij is wel schoon. Dus die doe ik morgen aan. Doe ik mijn roze schoenen aan. En dan zijn we gematcht. Ik vind het wel leuk dat we dit samen doen. Allebei hetzelfde hoesje. Ik vind het wel grappig. Dus ja.
Dat is eigenlijk alles wat ik tot nu toe te vertellen heb. Voor de rest ben ik helemaal ready, helemaal klaar. Dus alles top, netjes. Ik ga even de vogelkooi schoonmaken. En kijken wat deze middag nog gaat brengen. We gaan vanavond avond eten. Morgen moet ik naar school. En wat was het? Vrijdag moet ik naar stage. Maar ik denk dat ik morgen kan ik sowieso niet filmen. Ik zit op school. En vrijdag waarschijnlijk ook niet, want ik heb tot laat stage en daarna de verjaardag van mijn oma. Maar ik wil een aparte weekendvlog gaan doen, omdat dit weekend gewoon heel erg leuk wordt. Dus ik ga hem hier eindigen. En vanaf vrijdag pak ik hem op voor het weekend. Dus dat betekent dat er komende woensdag een andere extra video komt. Dus ja, ik bedank jullie voor het kijken door deze video. Een blauw duimpje omhoog. En ik zie jullie heel erg snel weer bij een nieuwe video. Doeg! Oh, en ik heb trouwens een beet van de Rio gekregen, dus mijn hand bloedde een beetje. Maar goed, tot volgende week.